mannen een koffer kunt doen. En dat is, eigenlijk kennen jullie het waarschijnlijk van Kenneth Heat. En sommigen misschien van Brian Ferry. Maar eigenlijk is van een oude bluesman, Wilbur Harrison. En dat is Let's Work Together. En dat we toch mogen hopen dat er een begroting is die de kleine man niet te veel pijn doet. En als zo niet is, dan komen we op straat. Ja, wie weet, hij zegt van de revolutie er begon achter een concert van Lightning Guy en de Mysterioso. Wie weet. En dan gaan later zeggen, 5000 man zeggen, ja, maar waarom dan? Opgezweept door Wilbur Harrison. Wie had er dat gedacht? Oh!
Beste mensen, ik kan nog een beetje doen voor de pauze. In de pauze ga ik jullie lastig vallen met de vraag of dat mijn live CD wilt kopen. Je mag gerust nee zeggen. Maar het zou toffer zijn, maar natuurlijk moest je ja zeggen. Maar ik kan het maar vragen. Het is met veel bloed, zweet en traan gemaakt. En het is een live CD, het is €15. En te beter dan een CD een luisteraar heeft, anders is dat ook maar iets dom in een doos. Voilà, gezien maar. Hè. Dus ik wil ook nog Wouter bedanken. En Stijn en die idee die er niet is voor mij hier te laten spelen. Dat deed me toch een paar flessen rum. Een paar flessen rum. En we kunnen afsluiten de eerste set met toch iets up tempo. We moeten niet te depressief in de pauze gaan. Dit is nummerke van Led Belly. Ik vond dat altijd een enorm tof liedje. Dat maakte me altijd vrolijk totdat ik begon te luisteren naar een tekst. En dat is eigenlijk een zeer trieste nummer over werk. Dit is een working song. Dit is Pikkebellen Katten. Voor alle katoenplukkers onder ons, dames en heren. I'm with you. Pick a better cat than a day. Oh Lord, pick a better cat than a day. Oh Lord, pick a better cat than a day. Hey!